Hoi, super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb weer mijn favoriete producten voor jullie van de maand september dit keer. Ik zeg het elke keer weer, die maanden die vliegen zo hard voorbij. En dat betekent dat ik hier een hele volle bak heb met producten. Ik weet ook zelf niet meer zo heel goed wat erin zit, omdat ik zoveel test en ik eigenlijk nu alweer bezig ben met de producten van oktober. Dat is voor mij ook weer even een verrassing is wat hier allemaal in zit. Maar we gaan gewoon samen even dit bakje doornemen. Dus mocht je benieuwd zijn welke producten ik heel erg fijn vond die ik heb getest in de maand september, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik begin maar even met een van de producten die bovenop ligt. En dat is een loose powder van Max & More in een matte variant. Het is deze. Ik heb hier ook een doosje nog liggen. Ik heb hem in de kleur 167 Soft Ivory. Hij zit dus ook goed verpakt als je hem koopt. Dus je hebt eigenlijk altijd een ongebruikt exemplaar. Het openmaken is wel een drama, maar oké. Wat ik wel heel tof vond gedaan was ook dat je hier zo'n poederkwast ziet. Maar goed, het gaat natuurlijk om het bakje. Heel tof, de tekst zit er echt opgedrukt. Dus ik heb niet echt het gevoel dat ik een heel goedkope poeder in handen heb. Terwijl die echt bijna niks kost. Op de achterkant staat de kleur ook nog een keertje. Ik zal hem even voorzichtig opendraaien. Ik ga hem niet te schuin houden. Er zitten gewoon kleine gaatjes. En daar komen dus daar komt dus de poeder uit. Ik heb eventjes het plasticje erop laten zitten. Want vaak als je dit gaat opbergen, zit alles onder de poeder. Wat ik altijd doe bij losse poeder is ik kiep er wat in het dekseltje. En vanuit daar ga ik het opbrengen. Deze poeder die... is eigenlijk precies goed qua kleur voor mij. Hij bracht ook fijn aan. Oké, ik ben altijd wel een beetje zoekende met losse poeders. Omdat ik wel zoiets heb van, ja, een vaste poeder is gewoon wat makkelijker. Maar losse poeders zijn ook heel handig als je wilt baken. En hij dekte mijn gezicht gewoon mooi met poederen. Hij kreeg gewoon een mooie matte tint. Ik moet zeggen, ik ben niet echt iemand die heel erg glimt. Dus het maakt voor mij niet zo heel veel uit of ik een matte poeder gebruik of een gewone. Maar over het algemeen vind ik matte poeders wel heel fijn. Dus ook deze losse poeder van Max & More. Heel goedkoop te koop bij de Action. En ja, echt wel heel fijn in gebruik. Er zit ook best wel veel in, want je ziet eigenlijk bijna niet dat ik hem heb gebruikt. Dus mocht je op zoek zijn naar een losse poeder met een matte finish, kan ik je zeker deze van de Action aanraden. Hij is er in meerdere kleuren als het goed is, dus echt wel een hele fijne poeder. Dan heb ik een blush en deze komt van het Kruidvatmerk. Dit is de Velvet Glow Baking Blush. Ik heb deze variant. Dit is de kleur 020 Rosé Pink. Hij ziet er heel leuk uit. Ik vind het doosje ook wel leuk vormgegeven. Wat ik zelf heel leuk vind zijn die pijltjes hierop. Maar het gaat natuurlijk om de blush. Die ziet er ook heel mooi uit. Hij heeft wat licht reflecterende pigmenten erin zitten zoals je kunt zien. Het is een hele zachte structuur blush. Hij ziet er heel mooi uit. Ik zal hem ook eventjes swatchen. Ik heb de poeder net niet geswatcht, maar dat is ook niet zo goed om te zien. Maar dit is de kleur. Ik hoop dat hij een beetje overkomt. Zoals je kan zien, het is een vrij zacht kleurtje. Maar je kunt hem opbouwen. Ik vond deze kleur precies goed passen bij mij. Je ziet van de licht reflecterende pigmenten niet heel veel terug. Maar omdat hij een hele fijne structuur heeft. En eigenlijk heel subtiel eruit ziet op het gezicht. Vond ik hem gewoon heel fijn. Hij is er ook in meerdere kleuren. Ik vond deze kleur zelf het mooiste. Maar dit vond ik wel echt een van de fijne producten van de lijn van het Kruidvat. Ik heb hier ook eens een aparte video mee opgenomen. Dus mocht je daar benieuwd naar zijn, die staat op mijn kanaal. Maar deze vond ik ook echt wel heel fijn en kan ik zeker aanraden. Het volgende item wat ik heb is van het merk Soda. En dit is een Glowy Skin Finisher. Hashtag Time to Glow. Hij zit in een doosje. Dus aan het doosje kun je eigenlijk niet echt afzien wat erin zit. Ik heb hem in de kleur 102 Glow Queen. Ik ga hem er eventjes uithalen voor jullie. Dan heb je dit verpakkingje. Hoe leuk is dat? Hij is roze. Nou, ik hou ervan. Ik ben er nog steeds niet helemaal uit of Soda misschien is gemaakt voor de wat jongere make-up gebruikers. Omdat de verpakkingen op zich vrij kinderlijk zijn. Je ziet hier bijvoorbeeld een poederdoosje staan. En een kwastje. Wat mij op zich niet stoort. Maar ja, ik kan me voorstellen als je daar gevoelig voor bent voor verpakkingen. Dat je denkt, dit is misschien wat te kinderlijk. Er zit ook een stickervelletje bij. Dat vind ik altijd wel schattig. Nou ja, is misschien leuk om te gebruiken met bullet journalen of zo. Dus die zit erbij.
Maar goed, dit is dus een glow finisher die ik gebruik hem als highlighter. Dus echt op de jukbeenderen. Bij dit soort producten kies ik er altijd voor om dit aan te brengen over de foundation en onder de poeder. Want als je dit over je poeder heen aan gaat brengen, blijf je zo'n natte laag houden. En juist als je hem over je foundation doet, kun je hem nog een beetje makkelijk inblenden en wat mooier maken. En als je dat doet na je poeder, dan is het allemaal wat stroever, dus wordt het wat lastiger. Nou, hij heeft een heel klein openingetje. Kun je zo heel goed zien. Ik zal hem even swatchen. Hij is goud. Nou, in eerste instantie zou je misschien eerder denken aan iets roze, omdat hij inderdaad ook een roze tubetje heeft. Dit is hem. Ik zal hem even uitsmeren. Kijk, en dan is dit het resultaat. Het is wel een product wat je niet heel groots moet aanbrengen. Dus echt wel een beetje subtiel. Want de glow is best wel intens. Vooral omdat het een gouden glow is. Het is dus een beetje een warme gloed die eraf komt. Ik ben over het algemeen ook wel heel erg fan van de wat koudere gloeden, zeg maar. Dus wat lichtere kleuren. Maar ik vond deze wel heel fijn. Ik heb dat niet heel vaak met highlighters die vloeibaar zijn. Want meestal vind ik ze dus dat je ze niet meer ziet na het afpoederen. Maar dat was bij deze wel het geval. Dus deze vond ik echt wel heel fijn. Ik weet helaas niet of het merk Soda nog te koop is. Ik weet dat het een tijdje ook in een uitverkoopbak heeft gezeten bij het Kruidvat. Dus misschien dat je daar nog wat in kunt vinden. Maar ik weet dat het eigenlijk inmiddels uit de vaste schappen een beetje is verdwenen. Dus ik weet niet precies hoe en wat. Maar ja, wie weet, als je er benieuwd naar bent, vind je hem nog in een uitverkoopbak. Maar ik vond deze in ieder geval super fijn. Oké, dan gaan we door met een product van Get It Girl. En dit is het Eye Captain Liquid Eyelinertje. Zit in een leuk doosje, ook met een matrozenmeisje erop. Deze eyeliner die belooft je strakke lijnen te laten zetten. Heeft speciale ingrediënten die ervoor zorgen dat er een intens diepe kleur ontstaat. En de eyeliner zou precies en gelijkmatig goed dekkend zijn en daardoor kun je hem dus makkelijk aanbrengen. Deze artikelen zijn ook dierproefvrij. Vind ik altijd wel even fijn om te vermelden, want dat vind ik zelf een heel belangrijk item. Dit is het flesje. Je ziet ook weer dat meisje. Ook bij dit merk weet ik dus niet of dat dit meer gemaakt is voor de wat jongere gebruikers, omdat de verpakkingen wat kinderlijker kunnen overkomen. Ik heb er zelf geen problemen mee. Maar ja, mocht je hier gevoelig voor zijn, weet ik dus niet of dit echt voor de wat oudere gebruikers is. Maar dat is aan jezelf. Nou, ik vind het verpakkingetje zelf wel leuk. Ik heb een zwarte variant. En dit is de applicator. Het is inderdaad een vrij dun applicatortje waar je heel strak mee kunt werken. Je ziet ook dat hij heel intens diep zwart is. Dat vind ik echt super fijn. Want ik hou echt van zwarte, intense eyeliners. Ik gebruik momenteel heel vaak een eyeliner pen. Maar ik merk toch bij sommige ooglooks is een liquid liner gewoon beter. Hij droogt snel op. Vlekt ook bijna niet, omdat hij dus hele dunne lijntjes zet. Ik denk dat je hier ook heel goed wings mee kunt zetten. En omdat je er best wel nauwkeurig mee kunt werken, kun je het ook natuurlijk opbouwen. Als je een wat dikker lijntje wil, kun je natuurlijk wat vaker overheen gaan, zodat hij wat dikker wordt. Maar ik vind het wel heel fijn dat deze applicator echt wat dunnere lijnen zet. Je ziet ook nu gewoon dat hij bijna droog is. Dus ook een hele fijne eyeliner. Met een leuke verpakking als je het mij vraagt. De verpakkingen, deze producten zitten grotendeels ook in een doosje. Dus altijd fijn dat je weet dat je een ongebruikt exemplaar hebt. Dus een hele fijne eyeliner van het merk Get It Girl. Dan heb ik drie nagellakjes. Nee, ik had er vier. Wacht even hoor. Ik ga even de andere zoeken. Die zit hier. Dit zijn nagellakjes uit een limited editie lijn van Catrice, namelijk de Neo Nude limited editie. Dit is een limited editie met neon lakjes en nude lakjes. Ik heb allereerst hier de nude variant. Ik heb er meerdere getest, maar dit was de enige nude die ik echt heel tof vond. Ik heb hem nu ook op. Dus dit is het lakje wat ik nu draag, dat is dus deze. Dit is de kleur
C03 Pleasing Rosewood. Het zijn vrij kleine nagellakjes. Het zijn wel echt mini nagellakjes. Er zit maar 5 ml in. Hebben een dubbel dopje. Is verder wit. En dan heeft hij gewoon een standaard applicator. Dus het is verder ja, vrij breed, maar niet ja, eigenlijk een beetje wat je standaard ziet. Deze kleur vond ik heel mooi dekkend. Op mijn nagels heb ik van dit lakje 2 laagjes aangebracht. En je ziet dat die mooi dekkend is. Ze blijven helaas niet heel lang zitten. Is denk ik ook niet de verwachting van lakjes die heel goedkoop zijn. Over het algemeen staan de lakjes van Catrice wel onbekend dat ze niet super lang blijven zitten. Ook deze doen dat niet. Echt binnen een dag of 2 heb je toch wel wat beginnende chips. En ik kan me daar onwijs aan irriteren. Dan ga ik het weer opnieuw doen. Maar goed, deze kleur van de nude variant die vond ik heel mooi omdat die goed dekkend is. Dan heb ik 3 neon lakjes. En ik begin met deze. Het was misschien leuk geweest als deze limited editie een beetje in de zomer was uitgekomen. Want dit vind ik wel echt zomers kleurtje. Dit is een oranje. Dit is de kleur C06 Hot Coral. Bij de neon lakjes moet ik zeggen dat de dekking is goed. Maar je ziet wat je wel ziet. De witte randjes van je nagels kunnen er een beetje doorheen komen. Dus waar je echt een nagel begint wit te worden. Dat kan je een beetje zien. Nou kun je ervoor kiezen om daar een witte basislaag onder te doen. Dan zou je het niet meer zien. Ik kies er meestal niet voor. Omdat het me niet heel erg stoort. Omdat het eigenlijk heel minimaal is. En iemand dan echt zo op je nagels moet gaan zitten kijken. Van oh ik zie een wit randje. Weet je, dus dat is niet zo heel erg. Dus dat allereerst van deze. Ja, ook deze chippen snel, maar dat geldt dus voor al die lakjes. Dan een hele leuke paarse. Hij lijkt in het potje wat intenser als dat hij in het echt is, moet ik zeggen. Dit is de kleur C02 Powdered Purple. Ook een heel leuk lakje. Ook deze heeft wel die witte randjes die je er doorheen ziet. Maar ik vond hem wel super leuk. En de laatste die ik dan heb, dat is de roze variant. En dat is denk ik wel echt een van mijn favorieten, want ik hou van roze. En dit is dan de C04 Flashy Pink. Superleuk lakje. Mocht je mijn weekvlogs nou hebben gevolgd, dan heb je kunnen zien dat ik de afgelopen weken best wel veel van deze lakjes heb getest. En mocht je nou benieuwd zijn hoe ze er allemaal in zijn geheel ook uitzien, zou ik gewoon even zeggen, kijk dan gewoon eventjes op mijn blog. Want de review staat inmiddels ook online. Dus ja, hele leuke lakjes. Ze zijn niet allemaal top. Maar ja, degene die ik heb getest, die bevielen in ieder geval goed. Er zijn er een paar in de veel productenbak beland, maar die zul je later gaan zien. Dan het volgende product. Het spijt me, het is een leeg doosje, maar ik wilde deze niet onthouden. Dit zijn namelijk de Exfoliating Socks, oftewel eeltsokken van het merk Footsteps. Zij zijn verkrijgbaar bij de Action voor nog geen 2 euro. Ik ben iemand die heeft heel veel last van eelt. En ik ben eigenlijk al jaren bezig met veilen en doen. En ja, toen ik nog een relatie had, had ik nog wel eens het geluk dat diegene mijn voeten wilde raspen, omdat het zelf een beetje lastig is. Maar ja, sinds ik alleen ben, moet ik het zelf doen en ik vind het echt een drama. Toen kwam ik bij de Action deze sokken tegen. En deze beloven om instant removal of hard skin te verwijderen. Hier in dit doosje zitten normaal 2 paar sokken. Deze zijn van plastic, die moet je openknippen. Daar steek je je voet in. Er zit een soort, hoe moet ik dat even goed uitleggen? Er zit een soort laagje in, daar moet je je voeten tussen steken. Dan zitten er 2 plakstrips bij, daar plak je de sok mee dicht. En dat laat je 60 tot 90 minuten zitten. Ik heb ervoor gekozen om het 1,5 uur te laten zitten. 1 tip, mocht je dit willen proberen, knip niet het hele randje open. Want er zit een best wel lange rand op die sok. Knip hem een klein stukje open, zodat je voet er gewoon in past. Dus knip hem open tot hoever je voet erin past en niet helemaal. En dan kun je hem alsnog dichtplakken, maar het stickertje wat erbij zit is niet echt top. Nou, dat laat je dan zitten. Daarna kun je je voeten afspoelen met lauw warm water. Ik heb ervoor gekozen om daarna gewoon te gaan douchen. Dus dan ben je het sowieso kwijt. En dan eigenlijk, ik ga het even goed laten lezen. Omdat er een speciale gel in deze sokken zit, wordt de aanmaak van nieuwe huidcellen op je voeten versneld. Na 5 tot 7 dagen laat eelt geleidelijk los. Het vervellingsproces duurt ongeveer 1 tot 2 weken.
Het is de bedoeling dat je de huid niet zelf lostrekt. En voor het optimale resultaat zou je je voeten iedere dag moeten wassen. Nou weet je, ik weken in warm water. Ik douche elke dag, dus dat zie ik ook als weken. Dan sta ik ook in water. Het is wel voor eenmalig gebruik en hij kan vlekken veroorzaken op de ondergrond. Dus je kunt er altijd nog voor kiezen om er een paar dikke sokken overheen aan te trekken. Nou, dit werkt echt als een malle, want mijn voeten, na eerste gebruik zag ik natuurlijk niks na één dag. Maar al vrij snel, een paar dagen later, begon het vervellingsproces. En ging inderdaad, het vel ging er helemaal af. En dan moet je echt jezelf pushen om niet aan te gaan trekken. Maar echt na 2 weken had ik hele zachte voeten. Ik heb inmiddels alweer een nieuw exemplaar gekocht. Want mijn Eeltot is zo hardnekkig. Dat komt zo snel terug. Dus ik ga het binnenkort zeker weer gebruiken. Maar ben je iemand die last heeft van Eeltot? Ga gewoon eens op zoek naar deze sokken, want ze zijn echt top. Dan heb ik een oogschaduwpaletje, wederom van het Kruidvatmerk. Dit is het Days Like This Nude Eyeshadow Palette. Heel mooi eyeshadow paletje. Dit is de 010 Forever Nude. Het is een perfecte combinatie van zachte, matte en parelmoer metallic oogschaduw in nude kleuren. Om een ingetogen, natuurlijke look te maken. Nou, hij is inderdaad heel erg mooi. De kleuren zijn goed gepigmenteerd. Je kunt er echt een hele mooie look mee maken. Zeker ook voor dagelijks. Er zitten 9 kleurtjes in. Ik zal even het doosje openmaken. Moet ik daar mijn nagel weer tussen zetten natuurlijk. Nee, ik heb hem. Dan zijn dit de kleurtjes. Ik kan me voorstellen dat mensen een beetje klaar zijn met nude. Maar dit vond ik toch een beetje een ander soort nude. Ik zal er eventjes 4 pakken om te laten zien. Dit zijn de kleurtjes. Je ziet, de pigmentatie is eigenlijk best wel goed. Je kunt de kleuren heel makkelijk opbouwen. Ik vind het leuk dat ze hebben gekozen voor zowel matte kleuren als parelmoerkleuren. Je kunt hier echt hele mooie natuurlijke looks mee maken. En ik was ook echt wel heel erg verrast, want ik was over het algemeen niet heel erg gecharmeerd van de producten. Maar de oogschaduwpalette was wel zeker een van de producten die ik wel heel fijn vond. Dus echt een heel erg leuk paletje ook. Dan heb ik 3 wenkbrauwproducten. En dat zijn wenkbrauwgels. Ook van het merk Get It Girl. Ik heb hem in 3 kleuren. Ik kan deze dus niet swatchen, want dat ga je niet zien. Het is een gel. Ik begin even met de transparante variant. Het is gewoon een eyebrowgel die je dus kunt aanbrengen om je wenkbrauwen in model te houden. De verpakking, er staat een soort slang op. Ja, verder niet heel bijzonder. Een echte wenkbrauwgel met een speciaal borsteltje om makkelijk de natuurlijke look van je wenkbrauwen te accentueren, stylen en fixen. Zo krijg je de perfecte expressie die je wilt. Nou, inderdaad, ze houden de wenkbrauwen echt goed op zijn plek. De transparante variant kun je dus gebruiken zonder poeder. Ik gebruik altijd wel een poeder. Dit is het borsteltje. Ja, ik vind hem niet heel speciaal. Hij is misschien wat langer dan de meeste borsteltjes die je bij je wenkbrauwgel krijgt. Maar ik vond hem niet heel speciaal of zo. Dus ik dacht, ja, speciaal borsteltje. Ik vind er niet heel veel speciaals aan. Maar hij beviel wel heel goed. Hij brengt fijn aan. Hij wordt ook niet super hard of zo. Dus weet je, je hebt eigenlijk niet het gevoel dat je dit draagt. Dus dat is de transparante variant. Dan heb ik ook een wat lichtere variant. En dit is dan de Lime Brown. Ja, ook hierbij gebruik ik gewoon een poeder. Omdat hij toch nog iets donkerder wordt met de wenkbrauwgel. Je kunt het gebruiken zonder poeder. Maar dan zie je witte plekken en daar hou ik niet van. Maar eigenlijk werkt het gewoon heel goed. En dan heb ik de Dark Brown. En ja, deze die werkt ook prima. Hij is eigenlijk niet heel veel uitleg nodig. Want het is precies hetzelfde als die andere 2. Hele fijne wenkbrauw gel producten. Dus hier ben ik heel blij mee. Dan heb ik nog een primer van Kruidvat. En dit is de Fabulous Fresh Smoothing Matte Primer Gel. Deze is olievrij. Dit is een primer gel. Ik had nog nooit echt een primer gel gehad. Ik heb wel verschillende primers. Maar dit is echt een gel.
Dit is een gladmakende make-up basis. De ultralichte en frisse primer is olievrij en heeft een matterend en gladmakend effect. Een ideale basis voor foundation, zodat deze langer houdt. Of gebruik de primer puur voor een natuurlijke, egale look. Zit geen parfum in. Ja, ik vond het eigenlijk een hele verfrissend. Ik vond het een heel verfrissend product. Dit is de opening. Werkt gewoon eigenlijk heel fijn. Je kunt nu trouwens heel goed zien als ik hem even swatch dat het een... Kijk, het is een gel. Zie je dat? Zie je dit druppeltje? Dat het echt een gel is. Hij is transparant. Dat vind ik heel fijn. Ja, hij is inderdaad ook wel ongeparfumeerd. Dat is een beetje wennen, maar... Het is gewoon een hele fijne substantie ook. Hij brengt fijn aan... Voelt lekker aan op je huid. Ik weet niet of die mijn huid nou heel glad en gaal maakt. Maar ja, ik gebruik er toch altijd een foundation overheen. Dus dat is dikke prima. Maar hij houdt mijn make-up goed lang op zijn plek. En dat vond ik heel belangrijk. En hij is olievrij. Dus hij is niet vet. Dat vind ik heel fijn. Dus deze primer is echt een aanrader ook. Even kijken wat ik nog meer in haar heb. Een nagellakje van Catrice. Dit is het Galactic Glow Transcend Effect nail lakkertje. Dat is deze. Dit is een hele leuke nagellak. Dit is een 02 Enchanted By. Nou, als ik hem eerst zo zag, dacht ik... Hij is transcend. En ja, daardoor vind ik hem minder geschikt om gewoon op mijn nagels te dragen. Omdat je nagels, je nagelkleur er heel erg doorheen gaat komen. Maar toch, als je meerdere laagjes over elkaar aanbrengt, wordt hij wel dekkender. Je kunt er natuurlijk ook een basiskleurtje onder brengen. Maar ik vond het effect zo ook wel leuk. Je ziet ook dat ik al best wel veel heb gebruikt, omdat ik dus meerdere lagen heb aangebracht. Hij heeft een heel basic applicatortje ook. Kijk, dit is hem. Je ziet ook dat de nagellak er afstroomt. Maar echt een heel leuk verfrissend kleurtje. Gewoon eens een keer wat anders, weet je. Omdat hij toch een fijn glittertje heeft. Tot die glow. En ja, het is gewoon echt een heel erg leuk nagellakje. Waar ik ook heel erg blij mee ben. Dan, ja, dit wordt leuk. Heb ik een aantal lipglossjes. Dit zijn lipglossjes van de... Lottie London lijn. En dit zijn de Gloss Day Supercharged Gloss Oil Tintjes. Nou, je zou in eerste instantie denken... Olie, vet. Maar ook verzorgend. Want olie verzorgt je lippen heel erg. Er staat verder heel weinig informatie over op. Maar ik vond ze wel heel fijn. Want vooral nu mijn lippen weer wat droog geworden. Nu het weer de tijd is dat het kouder wordt. Heb ik snel last van droge lippen. En dan vind ik een lipolie heel fijn. Alleen heel veel lipolies hebben niet echt kleur. Deze kleuren zijn ook niet super intens moet ik zeggen. Maar ze zijn op zich prima. Ik heb dus allereerst hier een paarse variant. En die zal ik even swatchen. Ik ga ze gewoon even swatchen. Die ziet er zo uit. Dat is een paarse variant. Dan heb ik een soort nude variant. Roze eigenlijk. Nee, dat is nude. Die ziet er dan zo uit. Ze ruiken wel heel lekker. Ik zal je zo trouwens ook eventjes een applicatortje laten zien. Dit is een oranje variant. En ze hebben dus gewoon een hele basic applicator, zoals je kunt zien. Dus deze is niet heel bijzonder, maar brengt prima aan. Het is niet dat je het heel goed ziet, omdat het toch je het wat meer uitsmeert. Maar je krijgt wel een mooie glow, dus dat is deze. Dan heb ik ook een transparante. Ja, vind ik niet heel bijzonder, want ja... Die ga je toch niet zien. Maar je kunt deze dus ook gewoon aanbrengen over een lipstick. En dat maakt ze dus extra leuk. Nou, die zie je dus niet, die transparante. Ik snap eigenlijk niet waarom ik hem dan heb geswatcht. Dan heb ik een lichtroze. Die vind ik ook heel leuk. En dat is, ja, eigenlijk een beetje hetzelfde. Ook die zie je bijna niet. Kijk. Maar het is bijvoorbeeld wel heel leuk als je een nude lipstick draagt om daar dan bijvoorbeeld zo'n nude klosje overheen aan te brengen. En een hele donkere roze.
En die ziet er zo uit. Is wel heel tof. Echt, het zijn echt wel leuke producten. Ze zijn wel wat vettig. Maar als je ze gewoon goed gebruikt, doen ze eigenlijk hun werk prima. En het is dus leuk dat je ze over een product heen aan kan brengen. Ik vind dit soort producten ook wel heel fijn. Gewoon als ik bijvoorbeeld een dagje weinig make-up zou dragen. Of eigenlijk bijvoorbeeld geen make-up. Dat je dan toch droge lippen hebt. Dat je er even zo'n klosje overheen doet. Dat je toch nog iets kleuren hebt. Dus daar vind ik ze wel heel fijn voor. Vooral omdat ze verzorgd zijn. Niet zozeer vanwege de kleur. Want die is niet heel duidelijk. Maar daardoor is het wel leuk om ze weer te dragen over een... andere kleur lipstick heen. Dus dat maakt ze dan wel weer heel erg leuk. We zijn er bijna doorheen. Ik heb hier nog drie oogschaduwpaletten van het merk Soda. En dit zijn de Create to Self oogschaduwpaletten. Eerst heb ik hier een oranje variant. Het zijn oogschaduwpaletten met best wel veel kleurtjes. Kijk. Zo ziet deze eruit. Hij heeft een beetje nude varianten. Het is wel een gevarieerd palet. Er zit ook een spiegel in. Hallo. Dus dat maakt ze wel heel leuk. Maar ze zijn heel erg gepigmenteerd. Ik ga er weer eventjes... Nou, ik pak er gewoon eventjes drie op. Moet ik het wel eventjes goed doen. Maar ik heb nu een beetje... Kijk, ik heb nu even drie kleurtjes gezwart. Je ziet hoe intens ze zijn. Ze zijn echt heel intens. Je kunt er hele mooie ooglooks mee creëren. Dit palet is wel vooral voor de wat zachtere ooglooks. Wat ik wel heel leuk vind is dat er allemaal tekentjes in staan. Je ziet brilletjes staan. Je hebt hier bijvoorbeeld een sterretje op een stokje. Een soort toverstafje lijkt het. Het merk Soda staat erin. En Zemermin. Hier zie je van die Zemermin... hoe noem je dat? Wat zo'n zeemermin aan zijn voeten heeft. Aan haar voeten heeft. Zo'n staart. Zeemermin staart. Dus de paletten zijn echt super gepigmenteerd. En dat maakt ze echt super leuk. Er zitten ook veel kleurtjes in. Dus je kunt er diverse ooglooks mee maken. En dat heeft me heel erg verrast. Vooral de pigmentatie, hoe goed die was. Dan heb ik hier een roze variant. De namen zijn verder gewoon hetzelfde. Die heeft dit soort kleurtjes. Ook super intens, wat meer roodtinten. Ook wat roze. Ik ga er weer eventjes een paar oppakken. Kijk, dat zijn deze. Zie je hoe intens die kleurtjes zijn? Echt super leuk. Je kunt er echt zoveel verschillende ooglooks mee creëren. Omdat als je ziet donkere kleuren, lichte kleuren. Ja, echt een super tof palet. Ik hou hier gewoon van dit soort producten. Dat ze gewoon lekker intens zijn. Dan heb ik de blauwe variant nog. Dat is deze. En deze heeft zulke toffe kleuren. Want kijk hoe fel. Kijk nou. Hoe leuk is dit? Ik zal eventjes een paar wat fellere kleuren pakken. Even kijken. Even de arm wat opstropen. Die zitten hier. Zie je dat? Ze zijn misschien iets minder intens als die kleuren, maar ze zijn heel goed op te bouwen. En dat heeft me heel erg verrast, omdat ze eigenlijk alle drie heel variërend zijn qua oogschaduwkleuren. Maar eigenlijk ook alle drie heel erg goed werken. Echt drie super toffe, leuke oogschaduwpaletten van het merk Soda. Ik vind het echt een heel tof merk. Ik weet dus niet of het nog verkrijgbaar is, maar ik vind het echt een heel erg leuk merk. Dan ben ik toe aan de drie laatste producten. En dat zijn drie matte lipsticks van, jawel, de Action. Deze komen uit de Go Matte collectie. Ik heb de 304 Cherry Lips. Ze zitten in deze verpakkingen. Mocht je dat willen weten, daar zitten ze dus in. Ik heb de 305 Pink Lust. En dan de 306 Silky Nude. Nou, de verpakkingen zijn zo. Ik heb hier een speciale video van opgenomen. Dus ik zal er niet heel veel aandacht aan besteden. Het zijn hele fijne liquid lipsticks die goed blijven zitten. Mooie intense kleuren hebben. Ik ga ze ook even voor je swatchen. Mocht je nou benieuwd zijn naar de complete video. Ik zal hem wel eventjes linken in de beschrijving. Dan kun je hem even terugkijken mocht je dat willen. Het zijn echt hele leuke lipsticks voor een heel laag prijsje. En ik hou heel erg van liquid lipsticks. Ik heb allereerst hier de
Even lezen hoor. Dit is de Pink Lust. Kijk, lekker. Lekker fel. Dan heb ik de Nude variant. Nou, ook een prima kleurtje. En de rode. Ja, hier ging ik toen de mis mee in met deze video. Misschien heb je hem wel gezien. Maar zo mooi. Ze zijn best wel heel moeilijk om te verwijderen. Maar het zijn drie echt hele mooie lipsticks. En ze zijn zo goedkoop. En ja, ik hoop echt dat Action nog meer van deze lipsticks gaat maken. Want ik vind ze echt geweldig. Ze blijven goed zitten. Brengen fijn aan. Ja. Wat kan ik er nog meer over zeggen? Het is echt wat een liquid lipstick waar die voor bedoeld is. En dat doet deze ook. Dan waren dit alle favoriete producten van de maand september. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik ben wel heel erg benieuwd of er een product bij zit die jij zelf al eens hebt geprobeerd. Of dat je die naar aanleiding van deze video wel eens zou willen proberen. Laat het zeker even weten in de comments. Ik ben in ieder geval weer blij met al deze mooie producten. En ga ze zeker nog met heel veel liefde vaak gebruiken. Voor nu wil ik je in ieder geval weer heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je even gratis abonneren. Het kan er op het rondje met mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf. En daar kun je ook een belletje aan zetten. Vond je deze video leuk, doe dan even je duimpje omhoog. En ik hoop je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!